Hallo, eerste filmpje van Soja Petto ongeveer. Ik ga straks even Limbo spelen. Limbo is een beetje een platformer, sidescroller, een beetje film noir stijl. Erg leuk. Werkt heel erg met physics, puzzels, maar tegelijkertijd zit er ook heel erg een horror vibe aan. En dat maakt het allemaal wel heel spannend. En ik heb hem sinds kort. Hij is begonnen op Xbox. Hij gaat nu naar de PlayStation, naar de PC. En ga maar even checken, toch? Oké, we zien direct de film noir stijl, het donkere bos. In het begin van de game word je hier wakker. En dan loop je door allerlei puzzels en nare dingen in het bos. En dat is eigenlijk de hele game. Dus je bent een naamloze jongen die wakker wordt ergens. En dan vervolgens door dit bos heen moet komen. Zoals je ziet, stijlt is heel grappig. Oh. Volgens mij moet ik hem pakken. Gotcha! Allemaal van die dingetjes die in het bos wonen. Zo. Dankzij hem regent het nu ofzo. Je loopt altijd één kant op, dus je weet altijd ongeveer welk kant je op gaat. En als je even niet verder komt, moet je even teruggaan. Dit is die physics ding die ik bedoel, je kunt een beetje aan zwabberen. Als het losgaat, gaat het weer omhoog. Je kunt erop klimmen. Het is een heel simpel spel eigenlijk. Maar erg leuk. Erg veel sfeer. Doei nou! En als het water vol loopt, loopt het ook weer weg. Dat blok. Hoe krijg je dat blok hier? En dan ben je dood, want zwemmen kunnen we niet. Dus we staan altijd een beetje zoeken. Een beetje die trial and error gameplay. Tja! Boom! Daro! En dan gaan we verder op ons avontuur. Oké, dus dat is een soort drap waar je dood in gaat. Probeer dat te vermijden. Oh, zo ga je om de havenklap dood. Doet me denken aan... Ik moest vastspringen. Wow! Bam! Thank you.
kut. Oeh. Moet ik hem nou juist dicht doen? Hij is open. Oh, dat krat. Natuurlijk, het krat. Het krat zit ik eronder. Water duwt het krat omhoog. Tja. Go, go! Bam! Physics puzzle. Kat mooi meedraait. Erg tof. Ik realiseer me natuurlijk wel dat ik erg veel haast heb op iets. Want het water blijft maar komen. Maar zoals je ziet, de checkpoint is nooit ver weg en is gewoon weer hier. No, I don't get it. I moet daarin. Thank you. Ik denk dat ik hem dicht moet doen, anders kan ik er niet langs lopen. Misschien heeft hij... zit vast. Bam! Noink! Ja, dat is vet. Bam! Goed bezig, kill. Bam! Nou, dit is een beetje wat Limbo is. Alleen... nou, zie je eigenlijk niet... ja, je ziet ook de stukken waar je constant doodgaat, maar... ze hebben ook voldoende stukken waarbij ze beren... van die bear traps op je laten vallen. Die je doormidden snijden. Dat een spin je opvreet. Gebeurt zat shit. Fuck! Goed, dat is dus Limbo. Gaaf spelletje. Erg leuk. Je kunt er 3-4 uur mee vermaken. Je hebt hem voor een tientje al. Bij je Xbox. Of op Steam. PlayStation. Ik zou zeggen, ga het zeker spelen. Want dit is gewoon creatieve shit. Dit is nieuwe gameplay. Dit is gewoon een leuke, frisse, nieuwe manier van spelletje spelen. En dat is belangrijk dat dat gebeurt. Dus ik ga nog even door. Every